Welkom op KFC ITV voor het beeldverslag van de wedstrijd KFC Isegem Sint-Niklaas. De bezoekers degradeerden vorig jaar uit tweede klasse en het begon vorige week de competitie met een 1-2 nederlaag in eigen huis tegen Boom. Isegem speelde na een eerder matige wedstrijd 1-1 gelijk op het veld van Brakel. Verzelen, Schelderman en Van Dille die vorige week invielen in de tweede helft, kwamen nu aan de aftrap. De intenties van de bezoekers uit Sint-Niklaas zijn duidelijk. Het kan meteen scoren, terecht afgevlacht voor buitenspel. De reactie van Isegem is er een die kan tellen. Doorzetten van Van de Wallen. De Veulen neemt de bal meteen op de sloef tegen de paal en in de rebound mist Kogge. Meteen terug naar de overkant. De bal moet tot twee maal toe afgeblokt worden. We kregen een leuke eerste helft te zien. Van Doorne stuurt Kogge diep. Het vizier van onze kapitein staat achter nog niet juist terecht. Het spel gaat goed op en neer. Nu is er dreiging van de bezoekers. Het aandringen van Sint-Niklaas. Er volgt een harde knal op de vuisten van onze doelman. Isegem komt stukken beter voor de dag dan vorige week. Een nieuw gevaar, een Kogge in één tijd naar Van de Wallen. Even later een nieuwe Isegemse aanval. De oprukkende Olivier kan Van de Wallen bereiken, die in de draai naast besluit. We gaan rusten met een 0-0 op het bord. Meteen na de rust een opdoffer voor Isegem met een vrije trapdoelpunt van Haaldorf. Na de wedstrijd verklaart De Vonk dat hij verblind was door de zon. Isegem probeert iets tegen te doen, ook via een vrije trap. Kogge kan de bal niet voor het doel krijgen. Na het vroege doelpunt van Sint-Niklaas krijgt Isegem het zeer moeilijk. De bezoekers zijn baas op het veld en Vonk moet redding brengen. Een nieuwe aanval die leidt tot een kans. Nu heeft Isegem het geluk aan zijn zijde. Een nieuwe vrije trap van de heel blauwen kent nu geen succes. Met nog een twintigtal minuten te spelen knokt Isegem zich geleidelijk aan terug in de wedstrijd. Dit werd ingeluid door een knappe actie van Olivier met een hardschot over het doel. Toch blijft het uitkijken voor de doodsteek van de bezoekers. Met nog een tiental minuten te spelen trapt Van de Wallen enige mooi de bal tegen de netten en staan de bordjes terug gelijk. Omdat het zo lang geleden is dat Isegem nog eens scoorde op een vrije trap, de vertraagde herhaling. Sint-Niklaas is duidelijk niet tevreden met het gelijke spel en dwingt Vonk tot een nieuwe redding. We zijn nog steeds maar een tweetal minuten na de gelijkmaker en de wat eigenaardige ingreep van de Deieren die tot een terechte penalty leidt. De rood-zwarte supporters leggen zich al neer met een nederlaag, maar Vonk schudt een nieuwe redding uit zijn mouwen. We naderen de slotfase en de spanning is te snijden. Een lange bal naar Kogge, de doelman lost, maar de kracht is uit de bal. Beide ploegen gaan nog steeds voor de overwinning. Toch zijn het de bezoekers die daar nog het dichtst bij zijn. Het lukt echter niet in de afwerking. Het is nog niet voorbij. Nog eens het aandringen van Isegem met een harde knal van Van de Wallen.
De bal komt bij de invallende Diallo, die door een slechte controle de rebound mist. De wedstrijd is nu ten einde met een eindstand van 1-1. Volgende week speelt Isahem op het veld van Temse eveneens op woensdagavond. Jij had een gelijkmaker in de voeten, ook via een vrije trap. Ik moet zeggen, hij ging er echt wel heel lekker in. Ja, ik had hem goed mee. Ik was op voorhand, toen ik de bal trapte, dat ik hem goed mee had. En ja, kijk, dat beloond. Mooi in de hoek. Mooie goal. In het verleden al, u bent hier nieuweling, in het verleden al een vrije trap? Nee, ik had dat nog niet echt op het trein ook vroeger of zo. Maar kijk, ja, ik voelde me goed en ik wil die vrije trap nemen. En dus ja, kijk, dit is binnen. Ja, hij ging er echt wel goed in. We kregen een eerste half, een zeer leuke eerste half te zien. Wat was eigenlijk het verschil met vorige week? Gewoon, we vinden elkaar meer en we praten meer in de wedstrijd zelf. En de domme foutjes gaan ook langzaam weg, maar we moeten gewoon blijven trainen nog op organisatie en middenveld. En dan spijt, aanvallend en verdedigend, maar dat komt goed. De trainingen zijn beter en beter aan het worden, dus het komt allemaal in orde. En meteen na de gelijkmaak, de strafstop? Ja. Dat is pure pech, maar ja, kijk, goed dat Vonk weer een goede match gespeeld heeft. Ja. Ja, voor hetzelfde geld was het 2-1 en dan op zo'n domme manier weer verliezen. Maar okay, we hebben dat goed herpakt en we hebben goed gespeeld. En... Ja, we zijn na de eerste twee wedstrijden nog niet verloren, dat moet vertrouwen geven. Dat is wel vertrouwen inderdaad, maar het is toch ook geen overwinning. En we moeten toch een keer streven naar die drie punten in plaats van gewoon blij zijn met een gelijk spel. Maar gelijk dat we nu spelen en we verder evolueren, dan gaan we dat wel gaat halen. Dat was juist spirit. Proficiat met je doelpunten. Dank je wel. Dank voor het kijken en graag tot een volgende KFCI TV.